Nou ja, je gaat eigenlijk in goede harmonie een beetje het politieke seizoen uit. En dan denk je, nou, het is zomerreces. Nou, het heeft ongeveer 2 dagen geduurd. Opinie is het programma van editie GroeneHart.nl. Over politiek, over bestuur, over burgerparticipatie, maar vooral over inwoners. Wie zijn ze? Wat drijft ze en wat vinden ze belangrijk? In deze extra en openhartige opinie praten we met de kersverse nieuwe fractieleider van de lokale VVD, Robin Kersbergen. Wat is er allemaal gebeurd en hoe denkt hij hier zelf eigenlijk over? Welkom Robin, we zitten hier op het station van Bodegraven. Allereerst gefeliciteerd, want je bent sinds kort fractievoorzitter. Waarom zitten we hier? Omdat op de foto van de website stond ook het station Bodegraven. Is het een trein die voorbij gekomen is waar je bent opgesprongen? Ja, nou ja, in zekere zin. Alles is de afgelopen week een trein geweest die met sneltreinvaart voorbij kwam. En op een zeker punt gebeurt er iets en dan moet je daarnaar handelen. Ja, is dit iets wat ineens explodeerde of is dit wat heel lang eigenlijk een opbouw kende? Nou, voor mijn beleving is het wel iets wat echt heel, heel snel geëscaleerd is. Ja. Ja. Er is van alles gebeurd de afgelopen weken. En, wat is er precies gebeurd? Want we hebben heel veel kunnen lezen in de kranten, heel veel geruchten. Maar wat is er nu precies gebeurd? Nou ja, wat er gebeurd is dat het bestuur een hoogoplopend meningsverschil heeft gehad met een fractielid over allerlei inhoudelijke zaken. En dat is razendsnel geëscaleerd. En toen is het bestuur opgestapt, grotendeels. Hebben ze dat kenbaar gemaakt in een persbericht waar zware woorden in zijn gebruikt? Er zijn hele zware woorden in gebruikt, onder meer het woord belangenverstrengeling. Welke belangen zijn verstrengeld geraakt? Ja, dat vind ik een beetje lastig om daarover te oordelen. Je zit er vanuit de fractie, je wordt geïnformeerd dat er dingen spelen en er worden ook wel gesprekken gevoerd. Maar uiteindelijk als je geen overrolspeler bent, heb je daar ook niet direct het zicht op wat er nu gespeeld heeft. Het is in ieder geval, het bestuur heeft besloten daarop heel snel af te treden en het over te laten aan het regiobestuur. En waar lagen die belangenverstrengelingen nou, aan de kant van de fractie of aan de kant van het bestuur? Ja, dat is mij niet helemaal helder geworden nog. Nee. Een ander zwaar woord wat gevallen is integriteit. En dat is politiek gezien natuurlijk ontzettend zwaar. Ja, dat is zeker een heel beladen term. Ja. Waar lag dat aan? Welke integriteit is hier geschonden? Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook wel af. Iedereen gaat over zijn eigen woordkeuze. Ik vond het een vrij zware woordkeuze. En je ziet ook dat wanneer je dat naar buiten gooit, dat er ineens dat iedereen rechtop schiet en kijkt van wat is daar aan de hand? Ja, ik denk dat het belangrijk is dat er gewoon even rustig gekeken wordt naar wat er precies aan de hand is. En, Want jij zei net zelf ook, er was een meningsverschil tussen het bestuur en een fractielid. Het lijkt mij heel erg dat wel vaker voorkomt in de politiek. Maar ik zie in een meningsverschil geen integriteitsschending. Nee, dat zie ik ook in eerste instantie niet. Maar er is daar toch meer gewisseld dan waar ik bij geweest ben. En kennelijk hebben bepaalde mensen daar conclusies aan verbonden en gemeend dat in een persbericht naar buiten te moeten gooien. Ja, nu is er al heel snel in een persbericht is dat naar buiten gegaan. Hè? Er is ontzettend veel gelekt. Heb jij nou het gevoel dat er heel bewust een sfeer is gecreëerd om iemand, en dan dit fractielid met name, dat is Dirk van der Akker, dat kunnen we makkelijk zeggen, want iedereen weet dat ook, om hem te beschadigen? Nou ja, kijk, één ding is duidelijk. Wanneer er gelekt wordt, dan gebeurt dat bewust. Het is wel eens zo dat er een keer per ongeluk iets op straat komt. Of als er iemand met een stapeltje papieren over de Binnenhof gaat. Ja, daar misschien was dat ook bewust, dat weet je niet. Wie weet. Nu zijn jullie onderweg ook twee commissieleden, jonge commissieleden. Die hebben hun taken neergelegd. Zijn die definitief verloren? Ja, daar ga ik wel van uit na het laatste persbericht wat ik daarvan voorbij heb zien komen. Ja. Dat is jammer. Wat ik had begrepen, jij zegt het bestuur is voor de vereniging, maar wat ik had begrepen was dat een van de scherpe kantjes eigenlijk in het verhaal ook was dat het bestuur zelf aan de haal ging met dat drie motorenplan. Nou ja, ik weet dat er is begin dit jaar over gesproken van er komen verkiezingen aan, dus dan gaat er een bepaalde molen altijd draaien, of een trein rijden, zo je het wil zeggen.
En nou ja, ik weet dat er vanuit het bestuur inderdaad ook meegewerkt werd aan het verkiezingsprogramma. En een van de onderdelen daaruit was nou ja, inderdaad een driemotorenplan. Idee om de gemeente financieel weer nou ja, erbovenop te krijgen. En ja, ik weet dat dat driemotorenplan op een gegeven moment een soort eruit getild is en alvast naar voren gehaald. En die is nou ja, een paar maanden geleden ook als initiatiefvoorstel gelanceerd met het idee van nou, misschien hebben we er dan nu al wat aan. Ja. Want nou ja, de financiële situatie in de gemeente, is, nou ja, er moet iets gebeuren. Slecht, ja. Dus ja, toen is die ook als initiatiefvoorstel ingediend. Hoe ga jij de rust terugbrengen? Nou, ik denk dat ik de rust vooral terugbreng door gewoon eerst even ook rustig te blijven. Dus de afgelopen weken natuurlijk veel gebeurd. Nou ja, dat heeft zich allemaal ook wel best wel snel opgevolgd. Dus nou ja, we hebben nu nog eventjes de tijd voordat het nieuwe seizoen zeg maar weer begint. En weer op de juiste weg. Waarmee we er tegenaan kunnen. Ja, nu is het vorige bestuur ook een nieuwe lokale partij begonnen. Omdat ze vinden dat het lokale liberale geluid niet voldoende wordt vertegenwoordigd door de VVD. Ja, ken je dat? Nou ja, het staat iedereen vrij om een politieke partij op te richten. En ik heb zelf het idee dat de VVD in Bodegraven-Reeuwijk het liberale geluid best wel goed laat horen. Nog één vraag. Willem Zuiderduin zou ook lijsttrekker worden van de VVD. Betekent dat dat jij nu de lijsttrekker gaat worden? Nou ja, daar moet ik nog eventjes over nadenken. Maar ja, ik denk met de huidige uitgangssituatie dat dat wel voor de hand ligt. Maar, heb je die ambitie? Ik zou het niet... Nou, ik zou er geen nee op zeggen als het me gevraagd wordt. Maar ik denk dat nou ja, als er zoveel gebeurd is in zo'n korte tijd, dat het gewoon goed is om er iets meer tijd voor te nemen om daar even over na te denken. Maar, begrijp ik. Ik denk dat de kans groot is dat je gevraagd gaat worden. Heel veel succes met de komende periode. Ja, dankjewel.